Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gelukkige aflevering van de EK 2024 voorbereiding. Goed jongens, de groepsfase is voorbij. We gaan natuurlijk vanavond al om 6 uur beginnen met de eerste 8e finale wedstrijd tussen Zwitserland uiteraard. Zwitserland gaat dus spelen tegen Italië. Om 6 uur die wedstrijd gaan we uiteraard natuurlijk voorspellen, uiteraard vanavond om 6 uur. Ik weet, hij staat nog niet op YouTube, die zal nu binnen 10 minuten online komen. Het is bij mij net 4 uur geweest, dus ik moet alle video's vandaag opnemen. Dus ik ga dadelijk, na deze ga ik heel snel die video opnemen. En dan komt het helemaal goed, uiteraard, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we gaan het hebben over de wedstrijden in de groepsfase, hoe goed dat we het allemaal hebben gedaan. Ik ga er gewoon lekker allemaal snel doorheen. Duitsland, Schotland eindigen 5-1 de openingswedstrijd. Ik had voorspeld dat 3-1. Dat heb ik goed gedaan. 7 punten. Hongarije, Zwitserland. Dacht eerlijk gezegd dat Hongarije het wel goed zou doen op dit EK, maar het viel toch wel een beetje. Ook zij liggen eruit. 1-3 verloren van Zwitserland. Dus dat is voor Spanje, Kroatië. Spanje won met 3-0. En je zag al dat dat een grote favoriet is. Italië, Albanië. Italië met geluk 2-1 gewonnen. Albanië heeft geknokt. Het heeft gestund. Maar het is uiteindelijk ook niet gelukt. Polen, Nederland. Nederland kwam op een 1-0 achterstand. Maar wist uiteindelijk het wel toch goed te maken. Dus waarom dat Nederland won met 2-1. Had voorspel 1-3. Nou, dat is allemaal goed. 8 punten. Slovenië, Denemarken. Dag 0-2. Het werd 1-1. Servië, Engeland. Voorspelling 1-3, het werd 0-1. Roemenië, Oekraïne, dacht dat 1-2 zou worden, maar Roemenië stunten tegen Oekraïne, 3-0. België, Slowakije, België zou een groepswinnaar worden, maar nee, ze verliezen de eerste wedstrijd meteen met 1-0 van Slowakije. Totaal niet verwacht, totaal niet zien aankomen. Oostenrijk, Frankrijk, toch wel een mooie wedstrijd. Frankrijk won nip met 1-0, had voorspeld 2-0, dus dat is goed. 7 punten. Turkije, Georgië, dacht dat Turkije ging winnen, gingen ze ook doen. Het werd 2-1, het werd zelfs bijna 2-1, maar het werd in werkelijkheid toch 3-1. Omdat er nog in de extra tijd diep dat Turkije nog een goal maakt. Als die goal niet was geweest, dan hadden we gewoon de wedstrijd volledig goed. Nou, het is zo het is. Portugal, Tsjechië dacht 3-0, het werd 2-1. Dat was van speelronde 1. Dan gaan we snel door naar ronde 2. En dan moet ik daarvoor op drukken. Waarom doet hij het niet even? Wacht, ja. Speelronde 2. Kijk, Kroatië, Albanië. 2-2. Kroatië heeft het gewoon verkloot tegen Albanië. Anders hadden ze misschien wel doorgekund. Ze hadden moeten winnen, dan hadden ze het misschien nog gered. Maar goed, het is zo het is. 2-2. Duitsland, Hongarije 2-0. Dag 1-1. Schotland, Zwitserland werd uiteindelijk 1-1. Slovenië, Servië 1-1. Dag 2-2. Denemarken, Engeland 1-1, dacht dat 1-2. Spanje, Italië, dacht dat het spectaculair was. 3-2, maar het was ook spectaculair. Italië was gewoon niet aan de bak tegen Spanje. Spanje trekt gewoon 1-1, maar dat had ook wel 5-0 of zo kunnen zijn. Dus dat is goed. Italië, dat zet me een beetje teleur, moet ik zeggen. Slowakije en Oekraïne, 1-2. Die had ik volledig goed. Dat is ook voor de eerste wedstrijd die ik volledig goed had. 10 punten erbij, dat is lekker. Polen, Oostenrijk. Dacht dat het 2-0 voor Oostenrijk zou worden. In werkelijkheid 1-3. Gaan we naar Nederland. Frankrijk eindigde, hoe het ook eraan zijn begonnen, 0-0. Dacht dat 1-1 zou worden. Dat toch wel mooi was. Maar het is dus uiteindelijk 0-0. Wat prima toch, weet je. Had meer gekund, zeker. Maar goed, het is zo het Georgië. Ik dacht dat 1-1 het werd 0. Ik dacht 0-3 het werd dus 1-1. Volgens Turkije, Portugal 0-3. Het werd dus uiteindelijk ook 0-3. Dat is goed. België, Roemenië, dag 4-1. Het werd 2-0. Dus dat was heel spannend. Zo had alle ploegen 3 punten in deze groep al. Dus daar begon al de spanning van speelronde 3. Speelronde 3. Zwitserland, Duitsland eindigde in 1-1. Schotland, Hongarije 0-1. Het eindigde ook in 0-1. 10 punten. Kroatië, Italië. Dacht dat het toch een 2-1 overwinning voor Italië, maar het werd dus uiteindelijk 1-1. Dus wat betekent dat? Dat Kroatië met 2 punten de groep uitgaat. En dat is niet genoeg. En Albanië gaat met 1 punt de groep uit. Zo ook die genoeg. Spanje win dus met 1-0. Nederland tegen Oostenrijk. Dacht dat Nederland ging winnen met 2-1, maar het werd uiteindelijk, hebben ze verloren, 3-2 van Oostenrijk. Wat betekent dat? Dat betekent dat Oostenrijk de groep gaat winnen.
En Nederland derde gaat worden. Want waarom wordt Nederland derde? Omdat Frankrijk tegen Polen 1-1 eindigde. En daarom is Oostenrijk groepswinnaar geworden, Frankrijk tweede en Nederland plek 3. En aangezien natuurlijk Hongarije 3 punten heeft en op de derde plek en Kroatië 2 punten heeft op plek 3, was Nederland sowieso al door naar de achtste finale. Aangezien dat de plek nummertje 3 ook al 4 punten natuurlijk dan gaan hebben. En dat is uiteindelijk geluk. Engeland-Slovenië eindigt 0-0. Dat zijn met Denemarken-Servië 0-0. Wat was Engeland slecht hè? Wat waren die slecht? Die 3 wedstrijden. Ongelooflijk. Ja, had meer verwacht van Engeland. Had ook iets meer verwacht van België. Slowakije-Roemenië 1-1. Het werd uiteindelijk ook 1-1. 10 punten. Ik dacht dat België ging winnen met 2-1. Ja, die zijn allemaal meldingen. Van die games allemaal. Het werd dus uiteindelijk 0-0. Ook een hele slechte, saaie wedstrijd. Dat ook. Tsjechië-Turkije. Turkije wint met 2-1. Het werd dat ik dacht 2-1. Maar Georgië-Portugal. Portugal zal winnen met 4-0. Maar nee, Georgië. Ze wisten dat ze moesten winnen en dan waren ze door. En dat deed het waardoor dat Hongarije toch niet naar de achtste finale gaat. Wat zien we? Want als Portugal had gewonnen, had Hongarije in de achtste finale gestaan. Dus dat is echt heel zuur voor Hongarije. En het is Georgië dat doorgaat. Dat is mooi. Dus in totaal 39. Dan gaan we door naar de achtste finale. En dan zijn dit de wedstrijden. Zwitserland tegen Italië. Zaterdag om 6 uur. Die gaan we zo meteen natuurlijk ook zo doen. Zwitserland tegen Italië. Italië. Zwitserland is best wel... Ja, goed, maar ik vind Italië ook niet zo geweldig. Dus Zwitserland heeft het aardig goed gedaan tegen Duitsland hoor. Dus ik zeg toch in een 1-0 overwinning voor Zwitserland. Ja, ik kan er toch niks aan doen. Ik denk toch dat het gaat gebeuren. Duitsland, Denemarken. Denemarken ja, is ook niet zo heel erg veel. Dus ik denk dat Denemarken gaat winnen met... Ik bedoel dat Duitsland gaat winnen met 2-0 van Denemarken. Engeland tegen Slowakije. Ook Engeland vind ik niet geweldig op dit EK. Ik vind, ja, nee. Als je dan nip wint de eerste wedstrijd met 1-0 en je speelt die andere wedstrijd met 1-1 en die andere met 0-0. Nee, dat. Nou, nee. Maar ik denk toch dat deze wedstrijd in een verlenging gaat eindigen. De wedstrijd is dus op zondag. Dan hebben we Spanje tegen Georgië. Ja. Spanje, voor mij betreft, de grootste favoriet om het EK te winnen. Georgië, gewonnen van Portugal, ook wel heel knap. Dat ook wel omdat het anders misschien, dat Spanje misschien toch tegen Nederland had kunnen zijn. Maar Nederland zit wel aan de goede kant. Dus dat is wel super fijn. Dus ze ontlopen Duitsland, ze ontlopen Spanje, ze ontlopen Frankrijk. En ze ontlopen Portugal volgens mij. Of zeg ik dat verkeerd? Volgens mij zeg ik dat goed. Ja, die ontlopen ze. Alleen de grootste tegenstand dat is Italië en Engeland. Maar die zullen dan in de kwartfinale tegen elkaar moeten gaan spelen waarschijnlijk. Ja, ze ontlopen Spanje, ze ontlopen Duitsland, ze ontlopen Portugal en ze ontlopen Frankrijk. Dat is een heerlijke... Want een van die 4 landen wat ik nu heb opgenomen, die gaan naar de finale. Ik zag Spanje in de finale. Of toch Duitsland. Portugal. Of ja, misschien toch nog. Dus Frankrijk, Spanje of Duitsland. Een van die 3. Wie? Geen idee, maar een van die 3. Nou goed, we gaan het hebben over Spanje en Georgië. Spanje wint met 3-0. Frankrijk, België. België niet zo geweldig. Frankrijk. Tegen Polen ook. Zoals je zag tegen Nederland ging het ook op zich wel. Maar ik denk dat België, als ze daar echt vol op voor willen gaan, kunnen ze best wel Frankrijk lastig maken. Dat dan wel. Ik zeg toch op 1-1. Ik hoop eerlijk gezegd dat België gaat winnen, maar ik ben bang van niet. Dan hebben we Portugal tegen Slovenië. Mocht trouwens Nederland tweede worden geweest, dan hadden ze meteen tegen België gespeeld. Dan ze tegen elkaar gespeeld. Portugal, Slovenië. Portugal wint denk ik met 2-1. Dan hebben we Roemenië tegen Nederland. Roemenië was goed, maar
Ja, weet je. Je moet gewoon winnen van Roemenië. Dat is gewoon een ploeg waarvoor dat je gewoon moet winnen. Ik bedoel, als je tegen Roemenië eruit gaat, ja, dan heb je gewoon een slechte EK gespeeld. Vind ik dan. Ik bedoel, tegen Polen was ook niet zo heel. Tegen Oostenrijk was ook best wel een slechte wedstrijd. Dus ik denk dat Roemenië natuurlijk gaat verliezen met 2-0. Dat is wat ik denk. Nederland door naar de kwartfinale aangaat, waarschijnlijk weer tegen Oostenrijk spelen of tegen Turkije. Zal het zijn, Nederland tegen Turkije. Maar Oostenrijk is best goed. Maar Turkije laat ook zijn tanden zien. Dat sowieso ook. Dus ik denk dat dit toch een overwinning gaat worden voor Oostenrijk. Ik denk toch dat Oostenrijk doorgaat. Goed, dan gaan we dat meteen opslaan. Dan hebben we dat gedaan. Kijk, dit kunnen we natuurlijk ook allemaal gaan invullen. Maar dat ga ik niet doen. We zien elkaar natuurlijk de volgende keer gewoon weer terug. Oh ja, we gaan eerst even kijken naar het toernooi. Hoe we dit hier allemaal hebben bij elkaar. Duitsland, Hongarije had ik tweede verwacht. Zwitserland 3 en Schotland 4. Kijk, Duitsland en Schotland staan goed. Groep 1 staat volledig goed. Spanje 1, Italië 2, Kroatië 3, Albanië 4. Dus die staat volledig goed. Groep C zijn de eerste twee goed. Alleen Servië en Slovenië moesten we draaien. Groep D, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen. Polen staat goed. Alleen wat Oostenrijk moeten veranderen naar 1. En Frankrijk naar 2. En Nederland hadden we naar 3 moeten gaan zetten. Ja, het is heel gek. We zijn gewoon derde geworden, Nederland. Ik had het totaal niet verwacht. Maar het is wel in ieder geval voor groep D is wel een lastige groep, moet ik zeggen. Ik denk toch dat dat na groep B is groep D de lastigste geweest. Groep E, het lijkt alsof dat België echt een makkelijke groep had. Maar dat viel echt wel mee. België is tweede geworden. Oekraïne laatste. Ligt er dus uit. Heel jammer vanwege natuurlijk die oorlog. Had ik Oekraïne gegund om toch nog naar de knock-outfase te gaan. Slowakije derde en Roemenië is groepswinnaar geworden. Dan gaan we groep F. Portugal is de eerste geworden. De groepswinnaar. Tsjechië is de laatste geworden. Die kunnen we in ieder geval niet meer tegenkomen. Wat er uiteraard 3 jaar geleden was gebeurd in Budapest. Dat kunnen we natuurlijk niet meer doen. Maar het kan vanzelf gaat gebeuren tegen Roemenië en München. Wie weet. Maar is niet dan natuurlijk te hopen. Turkije tweede en Georgië heeft heel knap, heel goed gedaan. Niet verwacht. Die zijn dus vierde geworden. Goed. Dan gaan we even kijken of we wedstrijden hebben die we goed hebben voorspeld. Ja, het is zo goed. Dus Duitsland, Denemarken, actiefinale. Italië, actiefinale. Spanje, Oostenrijk, allebei actiefinale. Engeland, Turkije natuurlijk. Portugal door. Nederland 3, België 3, Zwitserland 3 en Frankrijk 3. Waaronder dat. Eigenlijk al meteen dat ik op Kroatië op 0 word gezet in de kwartfinale. Dus die kunnen door. Nederland kan door. Duitsland, Spanje, Engeland, Italië, België en Frankrijk. Als alles zo was, dan had België en Frankrijk tegen elkaar in de kwartfinale. Maar we spelen al tegen elkaar in de achtste finale. Dus daar krijgen we ook sowieso punten van. Duitsland, Nederland in de halve finale, dat kan niet. Nederland zal wel halve finale in kunnen gaan tegen Engeland. Dus ze kunnen in de finale, kunnen ze Frankrijk, kunnen ze tegenkomen. Het kan. Dat dit de finale inderdaad gaat worden. Maar goed, we zullen het zien. Ik ga het hier eens laten. Wij zien elkaar natuurlijk straks om 6 uur met de Zwitserland tegen Italië. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot straks dan weer, jongens. Mazzel!